TNI-scholing is eigenlijk de bedoeling dat we in een veilige en een degelijke omgeving, rustige omgeving, mensen kunnen gaan opleiden in praktijkmanipulatietoestellen. Wij merken dat de stap naar zo'n toestellen toch niet altijd door iedereen makkelijk te zetten is. Zo'n toestel heeft vaak enorm veel kracht. Zeker in het begin heb je niet de handelingen om er volledig 100% mee om te gaan en rijdt het machine een beetje met u. Het is door de werkinstructies goed toe te passen en door het aanleren van technieken dat de bedoeling is dat jij met het toestel gaat rijden. Jullie lopen eigenlijk fout doordat een lastdiagram niet gerespecteerd. Die werkinstructies hebben ze net gekregen in een theoretische sessie en nu komen ze straks na het middageten hier de praktijk inoefenen. Vroeger werkten wij gewoon tussen de mensen die aan het werk zijn. Dat is natuurlijk niet handig, want je stoort de werking. Soms moesten we de opleidingen stoppen. We hadden ook geen eigen toestellen. Altijd hopen dat de diensten ons een toestel konden afstaan. De TNI-school is eigenlijk een stuk opgebouwd voor onze eigen medewerkers. Dat is het hoofddoel. En het tweede doel is eigenlijk nieuwe medewerkers gaan aantrekken die binnen Colruyt Group aan het werk zijn. Met een technisch profiel, maar die ergens anders in CLP verkoop of in de winkel staan. Wat is voor u eigenlijk de referentie? We denken dat die stap heel groot is en moeilijk is. Daarom willen we eigenlijk een leertraject aanbieden waar ze kunnen al die zaken opnieuw gaan leren die ze in het verleden wel gedaan hebben, maar nu misschien na zoveel jaren vergeten zijn of niet meer goed onder de knie hebben. En wij willen die graag naar ons brengen, omdat de nood enorm hoog is naar technisch geschoolde mensen. En wij merken dat we het niet meer kunnen volzetten met mensen die van school komen. Nu moet je gewoon uw mast laten doen. En als derde kunnen we dan eventueel ook de samenwerking met scholen wat gaan verder uitbouwen, om dan mensen ook dan hier een praktijkopleiding te krijgen en eventueel nadien naar de manipulatietoestellen toe en eventueel later ook die praktijkopleidingen rond koeling, elektriciteit en machines ook bij ons te krijgen.